Wil jij de YouTube money winnen? Sexual healing. Wat is het dinsdag? Milkshake vlog! Hey mensen! Welkom bij een nieuwe Milkshake vlog. Mijn naam is Mert, ik ben hier vandaag met Sophie. Dit is jouw eerste Milkshake vlog, Dit is mijn eerste Milkshake vlog en ik zeg net al tegen Mert, ik vind het kapot spannend. Maar we gaan ervoor. Ja, Sophie heeft beloofd dat ze uit de auto gaat springen, uit de rijdende auto. Ja, we moeten alles doen voor de views, weet je wel, tegenwoordig. Ja, daarom. Ja, daarom mooi, hè? Dus nu alvast gaan doen en dan ik weet niet of dit gaat werken, maar... Dat was het lelijkste thumbnail ooit. Ja, we moeten wel gaatfout achter zetten, anders kijkt er niemand naar. Ja, inderdaad. Dat merk ik wel. Anders kijkt alleen mijn moeder. Mijn moeder kijkt alleen als er gaat goed achter staat. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk allemaal een prank, dus maakt het ook niet uit. De milkshake vlog is inderdaad één grote prank. Wat als we niet echt een milkshake bestellen? Wat als het gewoon... Gewoon een kip 6. Een kip 6? What the hell is een kip 6? 6 kip nuggets. Heet dat kip 6? Nou, daar kwam ik dus laatst ook achter. Oh, is dat een soort van straattaal van, broer, doe mij kip 6. Ik heb dit altijd als ik ga dansen, want ik woon zeg maar een soort van in de straat bij een McDonald's ook. Oké. Dus elke keer als ik gedanst heb en ik ben onderweg naar huis, dan ga ik altijd langs de Mac. Maar ik ga ook steeds meer halen, dus eerst had ik dan één milkshake, maar nu hou ik dan gewoon... Dus je gaat direct na het dansen, ga je gewoon naar de Mac? Ja. Het is een soort van traditie of zo, nu, ik weet niet, maar ik ga ook altijd alleen daarheen. Dus ik weet niet dat ik het wel heb, dus als ik zeg maar te veel ervan eet, dan word ik echt even helemaal niet goed. Maar je onderschat het ook altijd, hè? En ook die eerste hap, dan denk je van, deze burger gaat te weinig zijn. Ja, maar als je eenmaal aan het einde bent en je denkt van, oké, waar moet ik die energie vandaan halen om dit überhaupt te doen? Ja, ja, ja. We zijn net zo'n dansgroep of zo. Ja, met een Blacklight. Vorige week nog december, maar dat... Ik meen... Maar, ja, true. Nee, maar het was echt, ik weet nog wel, het sneeuwde laatst ook gewoon nog. Ik heb ook echt altijd nul tijdsbesef gewoon. Ik vul ook, als ik ergens de datum in moet vullen. Wat had ik laatst gedaan? Volgens mij had ik 2015 ingevuld. Hallo! Mag ik één kleine kokosmilkshake? En wat wil jij? Vanillemilkshake. En één kleine vanillemilkshake. Ik wil wel gaan koken. Oh, je had een tweet eruit gegooid toch van mensen die met hun geld op de foto gaan. Nou, ik word er dus zo gekriegel van, dat ik denk, waarom? Want kijk, wacht, nu ga ik even mijn frustratie eruit gooien. Vertel je frustratie. Je kan niet, niemand heeft ooit zoveel geld contant. Het is niet dat je moeder, als je ze je zakgeld geeft, dat ze ineens 20 briefjes van 50 geeft ofzo, snap je? Dus nee, had je dat nooit? Nee, ik kreeg altijd maar... Dan denk ik, ga je dan serieus naar de pinautomaat om dus zoveel briefjes te pinnen? Om te showen. Nee, maar het is gewoon om te showen alsof je rijk bent. Maar ja, ik denk Hallo. Het is om te showen dat je veel geld hebt, dat je, weet je bent die slimme boy, je hebt veel money en shit. Maar de echte harde werkers, de echte slimme mensen, hebben het allemaal op hun bankrekening. Die hebben het allemaal op hun bankrekening en die nemen echt niet de tijd voordat ze boodschappen gaan doen om eerst te pinnen, om vervolgens een jas contant af te rekenen. Het is toch ook niet dat je dan, zeg maar, eerst sta je bij de appie en dan wat ga je, brood en... yoghurt en dan kom je daar. Ja, ik wil dat is dan 10 euro, dat is dan 10,30 euro. Ja, kan ik betalen met 2.000 euro, heb je terug. De mensen die geen geld hebben, lopen met merkkleding en shit. Ja. En fucking Bill Gates en shit lopen met zo'n Vibra polo, weet je wel. Hij geeft gewoon geen fok. Of je wil graag andere mensen trakteren. Dat zal het pas zijn. Ja. Ken jij dan mensen die showen met hun geld? Gewoon persoonlijk. Echt in je omgeving. Waar je vrienden mee bent. Nee. Ja, ik hoop toch altijd dat iedereen gewoon een soort stichting... Ik moet trouwens nog een Insta-foto hebben voor vandaag. Zou je even, dat wil ik ook. Zou je even een van mij kunnen maken? Hoe doe ik dat? Gewoon. Oh nee, maar ik maak deze foto. Ah! Ook kut. Oh. Wil je dat weer uitknippen? Ja. Nee, trouwens. Je moet het niet op de grond laten liggen. Hoezo niet? Nou, maakt niet uit. Als je bij mij thuis komt, alles ligt op de grond. Ik pak dingen. Ik dacht dat je ging zeggen, als je bij mij thuis komt, alles is netjes, niks ligt op de grond. Haal je vaak milkshakes? Echt heel erg vaak. Toen ik op de middelbare school zat, toen het zeg maar net zomer begon te worden, toen ging ik eigenlijk elke dag een milkshake halen. For real? Elke dag? Elke dag? Ja, denk ik wel. Was je niet ziek dik dan vroeger? Nee, ik heb volgens mij een lintworm, want ik kom gewoon niet aan. Weet je wat ik vroeger altijd eeuwig keek? Chinchen. Ja, Chinchen. Maar op een gegeven moment gingen mensen hun broek uittrekken op school. Ja, dat ik wel van, daarom. Dat gaat te ver. Daarom hadden ook heel veel ouders die zeiden, ja, mijn kinderen mogen dat niet zien. Ik wil een baby. Heb je ooit een Beyblade gehad? Ja, dat je zo doet. Ja. Ik heb het gehad, ja. Maar bij mij vloog ze altijd zo eruit, dus uiteindelijk wonder niemand, omdat... Waar vlogen ze uit? Uit die arena. Had je een arena? Je had een... Nee, dit is een lulverhaal. Je had echt geen arena. Echt wel? You're trying to tell me, zeg maar, dat mijn jeugd niet valide is? Nee. Ja, dat... Ja, nee. Wat studeer je eigenlijk? Psychologie. Ja? Ik wilde ook bijna psychologie studeren. Je hebt rechten gestudeerd, toch? Ja. Yeah. I used to study law, but now I drink milkshakes. Ik kan ook helemaal niet lezen, dus kwam ik dus achter. Jij kan niet lezen? Nou ja, gewoon, zeg maar, ik kan wel goed lezen, maar niet, ik heb gewoon geen zin erin. Maar vind je niet interessant? Ik lees nu ook boeken, maar dan vind ik het echt fucking interessant en dan kan ik niet stoppen met lezen. Lees je dan fictie of lees je gewoon informatie? Nee, informatieve boeken. Wat is het interessantste dat je hebt geleerd? Heel verschillend. Ik heb, zeg maar, nou ja, je moet mensen in die secte, je moet eigenlijk op zoek gaan naar mensen die een beetje helemaal uitputten. Dus ze mogen dan niet slapen, zodat ze heel stoken tegen de mensen op moe en emotie. Zeg maar, trouwens, mijn muziek zit aan het staan. Wat was het? Sexual healing. I'm hot just like an oven. Wat is je favoriete nummer? Mag ik hem aanzetten? Zet hem aan. This is how we do that. This is how we do it. It's Friday night. Wat is mijn favoriete nummer? Maar ik luister echt tering veel verschillende soorten muziek. Ik luister echt ook, rock. Ja, maar ik luister ook bijvoorbeeld gewoon house en hip-hop. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Dream a little dream of me. I don't get the real from the jump. Living in my mama's, we argue every month, nigga. Party not to give a fuck and stop fearing the consequence. Dit is ook weer een heel ander soort nummer. Dit is echt zo'n zweefnummer. Ken je dit nummer? Ik vind deze... Ja, deze ken ik wel. Als je je ogen dicht doet en dan... Het is alsof je zweeft. Ik heb net met gedrogeerd. Er zat niet alleen maar milkshake in je vlog, trap. Was gezellig. Ik ben 2 keer uit de auto gesprongen en de 2e keer ben ik niet echt op gereageerd. Oh nee. Dat is altijd zo awkward als je bezig met andere dingen. Dat is zo awkward als je gek doet en mensen zeggen, oké. Ja, maar ik heb sowieso wel heel vaak dat ik gewoon niet reageer op mensen. Ja. Ik heb een keer de klas uitgestuurd, omdat ik geen Teletubbies wilde kijken. Wat? Ja. Was je toen al zo'n recalcitrant dan? Ja, maar we zaten dus in groep 2 of zo. En we moesten altijd verplicht Teletubbies kijken. Ja. En toen zei ik op een gegeven moment van, ja maar ik vind Teletubbies stom, ik wil geen Teletubbies kijken. Ik vond het ook niet leuk, ja. En toen zei de juffrouw van, oké, weet je wat? Dan ga jij maar de blokjes opruimen. En toen zei ik, oh, oké. En toen moest ik de blokjes opruimen en toen zei Nick, zei ook van, ik vind Teletubbies stom. En toen moest Nick ook de blokjes opruimen en Nick, Michael en ik waren beste vrienden. Dus toen zei Michael, ik vind Teletubbies stom. Oh, stom. Wat ik ben vergeten is, wat geven we weg deze milkshake vlog? Tot nu toe hebben we bij iedereen iets weggegeven. Ga je iets aan mij geven? Of? Nee, niet aan jou. Iets voor de kijkers. Wat is leuk voor de kijkers? 10 euro. Ja, ik kan je best doen. Ja, hey, 10 euro. YouTube money. Wil jij de YouTube money winnen? Klik op het duimpje omhoog. Wees sowieso geabonneerd op Fun. En wat moet ze achterlaten in de reactie? Laat achter in de reacties wat jouw favoriete nummer is. Geef je het elke keer ook echt weg? Ja. Ja. Nice. Volgende week dinsdag komt er weer een nieuwe milkshake vlog om 4 uur. Klik op het duimpje omhoog als je hem leuk vond. Oké. Vandoor. Doei. Was gezellig. Ja, was gezellig. Ja, ik vond het leuk dat ik mee mocht doen en blablabla.